Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 27 juni van Weerplaatsen. Het was vandaag een fraaie junidag. Vanochtend waren in het noorden wel wat meer wolkenvelden... maar in het midden en zuiden scheen al de zon geregeld. Een hoge drukgebied bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Het ligt boven de Noordzee en het zorgt voor een noordoostelijke stroming... met aanvoer van droge lucht. Vanavond zijn er weinig wolken. De temperatuur ligt tussen de 20 en de 24 graden... En de noordoostelijke wind die zwakt geleidelijk aan af. Vannacht staat er weinig wind, is het vrij helder en de temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. En dat is de temperatuur die morgenochtend vroeg wordt gemeten. In de vroege ochtend is het eerst nog koel, cool, maar morgen warmt het al snel weer op. Smiddags dus is het met 24 tot 28 graden, vrij warm te noemen. Zomers warm op veel plaatsen en daarbij staat niet al te veel wind vanuit het noordoosten, hooguit windkracht 4 aan zee. En door die wind is het op de wadden iets minder warm en ook vlak langs de kust. Verder zijn er weinig wolken en schijnt morgen de zon volop. Alleen landinwaarts zijn er wat stapelwolken en wat hogere sluierbewolking. Op vrijdag is het in het noordwesten tijdelijk minder warm. Het wordt daar 21 tot 22 graden en er zijn ook wat wolkenpartijen te zien. Verder naar het zuiden en midden van het land is het volop met de zonneschijn en wordt het weer zomers warm met 26 of 28 graden. In het weekend gaat het kwik weer omhoog... naar de zomerswaarde van 25 tot lokaal 30 graden. En dat komt doordat de wind weer vanaf het land waait. Maar vlak aan zee kan er een zeewind gaan opsteken... en daar is het middags dan minder warm. Maar de zon schijnt overal volop en het blijft droog. En ook volgende week kunnen we nog genieten van veel warmte... Zomerswarmlucht met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. En misschien wordt het in het Zuidoosten lokaal ook een hittegolf geregistreerd. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.